Dat is gelijk. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Oh no. Kijk. Oh! Oh shit, dat beest is groot! Ah! Ah! Helemaal leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Fire Kenobi. En vandaag gaan we verder met Far Cry Primal. En ja, we hebben vandaag weer een ander te doen. Laten we eens even gaan kijken naar welke missies we allemaal vandaag te doen hebben. De vorige keer ben ik naar het Itza-kamp geweest, geloof ik. Daar hebben ze geprobeerd mij in de fik te steken. Toen ben ik daar snel weggezwommen. Voor de mensen die dat nog niet hebben gezien, de video staat ook op mijn kanaal. En dat was een livestream. En toen heb ik heel veel goede tips van jullie kijkers gekregen. Dus ik probeer die nu een beetje mee te nemen in de rest van de game. Het was een hele leuke livestream, hij duurde toen ongeveer 1,5 uur. Maar deze keer weer een normale YouTube video. Dus even kijken. Laten we eerst even kijken wat er in het kamp allemaal is. Want er zijn natuurlijk nog steeds mensen nodig. Mensen die nog steeds een hutje nodig hebben. Dus daar kunnen we even naar kijken. Ik zie ook dat er een aantal mission objectives hier in de stad staan. En daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Nou, deze mevrouw is lekker eten aan het maken, geloof ik. Nou, laten we eerst even kijken wat ik hier bij dit hutje eigenlijk precies kan doen. Nou, laten we even naar binnen gaan. Oké, nou, we openen de hut. Ah, daar zit mevrouw. Ja, haar kennen we wel. Hallo mevrouw. Mammoetpoten. Noemt hij me zo? Ja, zo noemde zij mij, hè. Ja. Dwayne wel. Reuzen. Oh shit. Magischars. Grote beer. Oh, ze hebben wel veel littekens. Die nou was je naar scout, die mama. Ik ben de huid van een baby. Die kan sham. Guar guardo, have to guari. Oké, dat was wel echt shots fired daar. Aska wantar. Have to guar sancha. Magisch guar. Ku. Oh, ik vind mezelf wel een meesterjager. Beter dan jou. Ik heb niet allemaal gekke littekens. Ze lopen gewoon een beetje te beledigen hier. Als je meer littekens op je lichaam hebt, ben je dus een betere beestenjager. Nou, dat is niet waar hoor, mevrouw. Dat is helemaal niet waar. Jacht op de... Bloed sabeltandtijger. Jachtniveau moeilijk. Beloning veel XP. Wilt ze nou dat ik dat ga doen? Want de vorige keer heb ik ook al een keer achter zo'n dieren aangezeten. En dat was in de stream een soort van eland, geloof ik, of zo. Die heel speciaal was. Maar ik wil niet weten hoeveel speren ik daarop heb moeten gooien. En pijlen heb moeten schieten voordat dat beest doodging. En dan werd ik ook nog eens een keer tegelijkertijd aangevallen door een vijandelijke stam. Dus nou ja, dieren. Oké, nou, dat is hier wel vet. We hebben weer meer objectives voor de volgende video's. Dus even kijken. Nou, hier beneden zit nog steeds die man met zijn hutje. Sorry vriend. Ik heb volgens mij nog steeds geen huid gevonden om jouw hutje te maken. Nou, laten we even kijken hoe dat nou zit. Ik heb nog steeds huid van een jaguar nodig. Maar ik hoop dat we een keer zo'n beest tegen het lijf aanlopen. En als we dan zo'n dier zien, dan gaan we hem gewoon aanvallen. En dan gaan we hem vermoorden natuurlijk. Maar ik heb wel tips gekregen van mijn kijkers dat die jaguars voornamelijk 's nachts in het bos rondlopen. Maar dan moet ik natuurlijk wel een beetje opletten dat ik genoeg licht bij me heb. Nou, ik moet in ieder geval nog wat hardhout gaan verzamelen. Want zoals jullie zien, mijn hardhout is bijna op. En ik was de hele tijd in de stream vorige week in een gebied waar een ander soort hout was. En dat is volgens mij voor de andere pijlenboog. Dus misschien als ik daar nog verder heen wil gaan... Dat ik dan eerst deze pijlenbogen moet gaan maken. Oh, ik heb alleen klein nodig. De grote boog. Lijkt me wel handig, een extra pijlenboog. En later kunnen we natuurlijk altijd nog gaan naar deze boog. Maar voordat we die bij elkaar hebben... moeten we sowieso eerst nog een hut gaan upgraden van iemand en dergelijke. Ik denk dat die grote boog heel belangrijk is. Want daar heb je cedarhout voor nodig. En het cedarhout is eigenlijk het enige wat ik kon vinden in dat gebied. Dus ik ga straks in ieder geval proberen genoeg hout te verzamelen voor deze boog. En als ik dan dat andere... Oh, wat wacht hoor, wat is dit? Oh, dat is deze guy weer. Shit, waarom ben ik hierheen gegaan? Ik haat deze gast. Het is
Die geeft je altijd drugs. Eigenlijk moet ik wel zeggen dat het een beetje lijkt op elke Far Cry. Er is altijd één guy die je gekke trippende middelen geeft. Oh my god, waarom ben ik hier nou weer? Please, no. Oh ja, gooi er ook nog maar wat zand doorheen. Ontdek wat vuur in de zon lopen. Oh my god, gaan we weer hoor. Gaan we weer hoor. Ik moet zeggen, ik vind dat altijd de minst leuke missies. Ik vind dat een beetje vaag. Oké, okay. We hebben nu weer voor mij een gekke trip. Oeh. Wat hij gaat weer helemaal los, die gast. Ik word al helemaal gek als ik alleen al die gast hoor schreeuwen. Oké, we gaan nu weer een aparte missie doen. Een missie waar ik volgens mij onder invloed ben van drugs, geloof ik. Ik weet nog steeds niet wat op dat gekke drankje met bloed zit. Maar ik weet één ding, dat het niet echt heel erg geestelijk bevorderlijk is, volgens mij. Kijk, ik ben weer in een of andere gekke plek. Visioen van vuur. Oh, dit is natuurlijk het visioen die ik heb gekregen nadat ik de Itsla-stam heb aangevallen. Waar ik ook bijna de brand gestoken heb. Maar toen kon ik gelukkig snel via het water wegduiken. Vind datgene wat de Itsla het meeste vrezen. Oké, dat is misschien wel heel handig om te weten. Ook voor de volgende missie. Iets maakt Itsla bang. Maar wat? Als ik zou weten wat hun bang maakt. Zijn ze nou bang voor mij? Ze lijken bang voor mij te zijn, maar... Ik snap ook wel dat jullie bang voor mij zijn. Ik zit ook niet echt. Ja. Oké, wat is dit voor gek ding? Hallo mevrouw. Rakati niet aan. Rakati. Wat is dit weer voor gek ding? Nee! Nee! Nee, kratin kledi! De vorige keer dat ik dat deed, toen kwam er een of ander gek beeld achter me aan. Nee, kratin kledi! Ik mag het niet aanraken, ik heb het zojuist wel gedaan. Gewoon badass. En nu kijken wat er gebeurt. Ik vind het allemaal zo vaag, hè? Wat komt er nu allemaal weer aan? Jullie stad staat helemaal in de fik. Dat klopt, die heb ik lekker in de fik gestoken wanneer ik bij jullie was. Bereik de staande stenen. Oké, stenen. Oh, en ik krijg ook... ik krijg hier wel vette dingen. Even kijken. Het vuur van Krati wordt door alle... Litsa gevreesd. Of Itsla gevreesd. Hou LT ingedrukt en RT om een meteorpijl af te vuren. En de wraak van de zon te ontdekken. Dood 5 vijanden om het vuur van de Krati op te laden. Oké, dus we krijgen 3 pijlen. Uitvoeren. Nadat je de 3 pijlen hebt afgevuurd, schakelen we weer terug naar een meteorpijl. Oké, wacht. Dit is wel vet. Dus ik heb nu gewoon normale pijlen. En één keer in de zoveel tijd krijg ik dan speciale pijlen, geloof ik. Oh shit! Oh, dit zijn dus meteorpijlen. Die geven een gekke explosie of zo. Ah, dit vind ik wel leuk. Die bitches! Oh shit, er komt wel heel erg veel vuur vanaf. Oh, dat is wel heel dichtbij. Ik moet natuurlijk wel zorgen dat ze niet al te dichtbij komen als ik een pijl ga schieten. Die waarschijnlijk ontploft. Wie schiet daar op mij? Het lijkt me geen goed idee, man. Ik heb pijlen met een gekke bom eraan. Wie lopen nou weer om mee te schieten? Oh, jij eraan. Ik kan gewoon een beetje zo schieten. Oh, hij is niet eens dood. Lucky motherfucker. Voor mij is het wel belangrijk dat ik raak schiet nog steeds. Want als je dat niet doet... Voor mij is het wel echt dat je raak moet schieten voordat je echt de damage op ze krijgt. Maar alles vliegt erdoor in de fik, dus ik moet wel echt wel maken dat ik snel wegkom hier. Voordat ik zelf straks in de fik vlieg. Oh shit, de doorgang staat in de brand. Oké, ik heb mijn special arrow voor mij nu. Die wil ik natuurlijk wel gebruiken op een groep enemies. Oh, ik had helemaal niet naar boven gehoeven hier. Oh, nu schiet ik... Oké, dan heb ik er dus 3 geschoten. Nou, dat is jammer. Ik had liever nog even eerst 1 geschoten en mijn 3 pijlen op iemand gebruikt. Die ook echt een gevaar was met meerdere mensen. Maar ik schiet dan automatisch 3. Ik krijg automatisch 3 op het moment dat je 5 mensen hebt geraakt. Oké, ik ga gewoon even doorrennen hier. Ik ga er even iets sneller doorheen. Zo, we schieten gewoon meer raak. We gaan gewoon op de Call of Duty manier lekker rampagen. Hoppakee. We rennen door. Oh, er zit nog één achter me. Ik weet het niet. Ik ga gewoon rennen. Oké, bekijk de staande stenen.
Oh, ik moet nog veel verder rennen. Ik word nog steeds beschoten van alle kanten. Ik heb niet echt heel veel vrienden gemaakt hier. Maar gelukkig is het een soort van droom. Het enige probleem is, als ik deze droom niet haal, dan ben ik alsnog de lul. Oh shit, dat is heel dichtbij. Oh. Ik weet niet of dat heel veel uitmaakt, maar... Oké, ik zie hier drie allemaal gekke staande stenen. Voor mij zijn die heel belangrijk voor hun. Dan proberen ze met alle macht te beschermen. En dan kom ik aan met mijn gekke pijlenboog. Ik ga ook bijna niet dood. Ik krijg mijn leven heel erg snel terug, dus... Oké, staande stenen. Vernietig de staande stenen. Oh, dit is heel belangrijk voor hun, denk ik. Ik weet niet of die pijlen genoeg damage hebben om ze kapot te maken, maar... Ik heb er wel op geschoten. Bij mij moet ik ze meerdere keren raken om ze kapot te krijgen. Dus laten we dat gaan doen. En ik word nog steeds beschoten door iemand met een pijlenboog. Waar sta je? Waar sta je? Oh, daar sta je. Staat er ook nog een hier? Hallo, mevrouw. Als ik deze nou eens even schieten... Oh, wat? Schiet die nou mis? Oh, wat ben ik een loser. Oké, ik had gewoon... hij is wel kapot, dus dat maakt niet heel veel uit. Oké, ik heb nu voor mij de stenen kapot gemaakt. Ik moest ze allemaal twee keer raken. En... ik weet niet wat er nu gebeurt. Volgens mij ga ik weer terug in de tijd. Oké, wait a second. Nou, deze missies zijn altijd heel raar, dus je kan nooit echt verwachten wat je te wachten staat. Even kijken, schiet met drie pijlen. Schiet met drie pijlen om de maan te bereiken. What the fuck? Oké, ik heb nog maar één. Ik heb momenteel één pijl. Dus ik denk dat ik eerst weer even wat enemies moet killen om drie pijlen te krijgen. En ik denk dat ik daarna met deze drie pijlen op de maan moet schieten. En die maan is echt huge hier. Ik heb nog nooit zo'n grote maan in mijn leven gezien. Ik begin me ook langzaam af te vragen waar ik nou eigenlijk ben. Oké, dit zijn mijn drie pijlen. Dus dit is de maan. Dan moet ik daar nou op schieten? Ik denk het wel, of zo. Oh, shit! Wow! Volgens mij heb ik zojuist de maan opgeblazen. Dood de Itsla om je boog op te laden. Oké. Ja, ga ik doen. We killen nog meer. En als ik er genoeg heb gekild, dan heb ik weer drie pijlen, denk ik. En dan kan ik gewoon de maan raken met mijn pijlenboog. Hoe gek is dat? Oké, ik ren even hier omhoog. Ik heb geen idee waar ik heen ga. Oh, hier zijn nog meer enemies. Er komen ze alweer. Hello, my friends. Ga dan niet wegrennen, pussies. Zijn jullie nou echt bang? Nee, toch? Jullie zijn toch stoere strijders? Ga je toch niet wegrennen voor me? Oké, nog een paar strijders killen. Hier is nog één. Hallo. Oh, het zijn er nu best wel veel. Dus ik denk dat het nu wel goed gaat komen. Hier, met drie pijlen. Ik schiet ze weer richting de maan. Zo. Kijk wat er gebeurt. Holy shit. Oké, weer een hele grote explosie op de maan. Ik zie gewoon allemaal stukken rots eraf vliegen. We moeten nog meer killen om hem op te laden. Ik weet niet hoe belangrijk die maan voor hun is. Ik vind het wel apart dat ik de maan weet te raken met een pijlenboog. Maar ja, dat zal wel. Oh ja, het is natuurlijk een gekke nachtmerrie droom, hè, natuurlijk. Want ik heb een gek drankje gedronken. Dus dit is helemaal niet echt. Dat kan dit soort dingen. Dat is wel weer heel slim gedaan. Je dit soort vette omgevingen kan maken. Door middel van dat drugsdrankje. Zodat het eigenlijk niet in de echte wereld zit. Want eigenlijk ben je nu gewoon een soort aan dromen of nachtmerrie of wat het ook is. Oké, ik moet me nog meer pijlen schieten. Eén zo'n pijl doet niet zoveel. Ik heb echt die drie pijlen nodig, anders kom ik er niet. Oké, ik zie hier ook nog meer enemies staan. Hallo. Die gaan allemaal wel dood, hoor. Ik pak jullie allemaal. Hier, mevrouw. Alsjeblieft. We moeten nog meer doen. Waar moeten we heen? Eens even kijken, hoor. We rennen hier omhoog. Oh, hallo. Ah, daar ging ik voor... Oh, shit. Nou heb ik mijn drie pijlen verneukt op een enemy. Want ik had nog niet door dat ik alweer drie pijlen had. Dus nu moet ik weer genoeg enemies killen. Vijf stuks. Voordat ik de drie pijlen weer krijg. Oh, kom hier. Dat is heel dichtbij. Ga weg. Oh, waar is die heen? Oké, ik heb weer pijlen voor de... Oh, nee, ga weg. Ik wil geen auto aim op jou. Ik wil auto aim op de maan. Oké, waar ben je, meneer? Oké, volgens mij gaat de maan bijna kapot. En ik weet niet wat er dan gebeurt met de Itsla, maar...
Voor mij is het inderdaad heel erg belangrijk voor hen. Oké, we schieten hem nog raak. Moet nog een paar kills maken voor nog meer pijlen te kunnen schieten. Ik weet ook niet waar ik ben eigenlijk. Ik ben ook niet in de normale map. Ik ga deze weer op de maan schieten. Zo. Wanneer zou die kapot gaan? Die heb ik raak geschoten, toch? Ik denk niet dat het heel lang meer gaat duren. Oké, we schieten hem neer. Ja, ik weet ook niet heel erg iets nuttigs te vertellen hoor, jongens, over dit stuk, sorry. Behalve dat ik wat enemies moet vermoorden. Zo. Hallo. Zo. Nog meer vijanden. Waar zijn jullie? Ik ben nu gewoon echt blij als ik vijanden weet te vinden, want dan kan ik weer op de maan schieten. Oh, en there we go. Hij is kapot. Ik weet nou niet of het zo handig was, dat ik zie gigantisch grote stenen richting deze gekke planeet vliegen waar ik net op was. Maar ik heb het weten te slopen. Volgens mij heb ik echt iemand een hele erge nachtmerrie gegeven ofzo. Oké, checkpoint, visioen van vuur voltooid. Nou, voor mij zijn ze bang voor een maan. Voor deze gekke maan. Nou, zijn we daar ook weer achter gekomen. Ik vraag me alleen een beetje af wat dit nou toevoegt tot het verhaal wat ik aan het spelen was. Gewoon in de singleplayer, zeg maar, in de normale wereld. Ik ben er nog niet heel veel wijzer van geworden. Misschien dat deze guy mij dat uit kan leggen. Ik wil een beetje aparte geluiden. Yo, vertel. Shancha, Sushalain, Spacham. Zonlopers. Nee. Nee, einde van Oros, einde van alles. Alles wat zonlopers vrezen. Oeh. Shancha, Salwas. Salwa, Yasushalain, Dwayaris. Prasqua, Pashta. Je ziet masker. Krati. Krati. Ja, dat is dat vrouwtje toch, Krati? Ik geloof het wel, de baas van de Itza. Hakis. Oké, ik moet weg. Oké, dus het einde van de wereld is nabij. Moet ik dat visioen zo interpreteren? Ik denk het wel. Oké, interessant. Laten we eens gaan kijken of ik een nieuwe missie kan doen ergens. Laten we de kaarten bijpakken. Ik heb ook natuurlijk nog vaardigheden. Ik heb zelfs 3 punten. En ik krijg altijd heel veel vragen over waar ik die moet inzetten. Meestal doe ik dat in mijn livestreams, want dan kunnen jullie natuurlijk super goed helpen. Primitief genezen. Herstelt 1 gezondheid vakje wanneer je jezelf handmatig geneest. Tot 3 in totaal. Dat komt... Ik had toch al 1. Je krijgt 1 gezondheid... Oh, dat is dat je gezondheidsvakjes erbij krijgt. En dit is herstelt er 1 plus 1. Nou ja, herstellen. Oh, is wel gelijk 3 punten. Zijn niet andere dingen die belangrijk zijn. Altijd sprinten. Sprint voor altijd. Zonder vertraging als je rent. Sprintsnelheid wordt permanent verhoogd. Dat vind ik ook wel heel chill. Want ja, ik moet best wel vaak grote stukken lopen in dit spel. Geluidsloos sprinten. Nou, dat hebben we allemaal niet nodig. Het ding van mijn vogel. Jachtvaardigheden. Pijlen maken. Je maakt 4 pijlen... in plaats van 2 via de wapencirkel. Je bent niet meer grondstoffen kwijt. Dat scheelt weer heel erg veel pijlen zoeken de hele tijd. Dat is ook heel chill. Dieren mankeren. Dieren verwondingen. Je wapens zijn schade aan op dieren aanvalt. Die heb je dan weer nodig. Je wapens richten meer schade. Ja, als je dus die moeilijke dieren wilt gaan vangen, denk ik. Jagersoog voor planten. En hier vechtvaardigheden. Scherfeliminatie. We hebben nog meer reuzeleliminatie. Nee, ik moet nog heel veel dingen vrijspelen. Mammoetstrijder. Nader een jonge mammoet en hou X ingedrukt om hem te bereiden. Dat is iets wat heel veel kijkers van mij graag wilden zien. In de vorige stream. Maar ja, toen had ik dit nog niet geunlocked. Toen kon het niet. En een mammoet is natuurlijk ook een snel vervoersmiddel. Wat mij weer deze sprint ding weer niet hoeft te gebruiken. Maar ja, dan moet ik natuurlijk wel een mammoet weten te vinden. Je kunt op meer beesten rijden nadat je ze hebt getemd. Kijk, dat klinkt ook heel erg chill. Ik wil eigenlijk best wel een keer op een mammoet rijden. Dus bij deze heb ik deze gekocht.
We komen er vast wel weer een tegen binnenkort, maar heb ik dat in ieder geval. En dan kan ik het ook gebruiken voor mijn video. Ik zie weer twee missietekentjes aan de andere kant van de stad. Ik ben de hele stad nog niet uit geweest deze video. We zijn al best lang bezig. Kijken of iemand anders nog iets nuttigs heeft te mededelen. Even kijken, dagelijkse grondstoffen zijn beschikbaar. Dankjewel, dankjewel. Oké, hallo mevrouw. Heeft u weer iets nuttigs te zeggen? Deze voor dorp. Ze hebben snelle jager nodig. En daar heb je mij in één keer wel nodig. En net deed je zo... Zeg jouw mama op poten snel. Jaag mee, laat zien hoe sterk je bent. Oeh. Het grote beest. Missie toegevoegd aan kaartmenu. Kijk waar die zit hoor. Dit vond ik al een groot beest. Maar voor mij gaat het om een nog groter beest. Grote littekenbeer. Jacht op de sneeuwbloedende wolf. Oké, dat is wel vet. We hebben eindelijk meer missies. Dus ik denk dat de video's van Far Cry in de toekomst steeds leuker gaan worden. En dat er steeds meer gaat gebeuren. Want ik zeg jullie eerlijk, dat heb ik al meerdere keer gezegd. Aan het begin vond ik het een beetje saai. Oké, wat is dit voor hutje? Laten we eens kijken. Wat gaan we hier weer meemaken? Volgens mij begint de game namelijk nu pas echt. Oeh. Daar hangt een oor. U dan dood veel wendjas. Ja, dat klopt. Oh, dat is deze mooie chick. Hallo mevrouw. Hallo. Ja. Dood Uil? Ik jaag op hem in zijn huis. Geel blad uit noorden in Udamland. Udam Dijamso. Oeh, die Shausi Schwada. Nasam. Zeg tegen je oren dat ik terugkom. Ik vind het echt heel nasty dat er allemaal oren hangen daar. Daar wil je toch niet wonen? Missie toegevoegd aan kaartmenu. Land van... wat is dat ook weer? Land van de Udam. Oké, dus we kijken waar dat is. Is dit? Vuurspuur in de fort. Uki-denker. Afgelegen grot. Zit hem. Krijger. Oh, hier is die. Dus de verzamelaar. En hier is ook een mammoet. Holy shit. Oké, nu wordt het vet, jongens. Nu heb ik een aantal toffe missies. Ik ga heel even kijken hoe lang de video al duurt. 25 minuten. Dan vraag ik me altijd af, wil ik dan de video nog heel veel langer maken? En het antwoord is ja. Ik hou van lange video's. Ik weet niet of jullie hem afkijken, maar ja, tegelijkertijd weet je, als je... Er is nog niet echt iets boeiends gebeurd. Nog niet iets spannends. En jullie willen denk ik wel echt iets spannends zien. Dus het lijkt me een idee om een machtige mammoet samen met de jagers van Yema te gaan vermoorden. En dat is best wel moeilijk. Dus ik ga heel eventjes kijken. In de grot volgens mij was de mogelijkheid om items te krijgen. Even kijken hoor, hier lag echt zo'n ding toch, volgens mij. Was dat niet hier? Even zoeken hoor. Ik weet niet meer precies waar dat was. Is dit de verkeerde grot? Nee, dit is niet de goede grot. Even zoeken hoor. Hier Spanje heel vaak. Nee, ik moet hierheen en dan was het voor mij ergens gelijk links bij de uitgang. Er zat ergens zo'n kistje. En daar kan ik als het goed is een aantal items uithalen. Zoeken. Ik zie die tasjes op de kaart. Ja, hier is het volgens mij. Ja, hier doorzoeken. Ah nee, dat is niet wat ik zoek. Ik weet niet meer. Er was ergens zo'n ding waar je dan je items elke dag in opgeslagen werden. Maar ik weet even niet meer waar die staat. Dan kan ik gewoon gratis pijlen pakken en zo. Dit zeker alleen voor de upgrades, ja. Ik moet zeggen, het wordt wel steeds een gezelliger dorpje dit. En ook steeds groter. Steeds meer inwoners. En dat betekent ook natuurlijk hoe meer inwoners hier zijn, hoe minder groot het gevaar wordt
dat ze het niet redden als ze aangevallen worden. Holy shit, hier zijn allemaal onbekende locaties. Het stuk moet ik toch nog een keer weer gaan zoeken. Maar we pakken de fast travel. De fast travel naar dit eiland. Zo. En ik ben wel bang dat ik straks een stukje moet gaan zwemmen. En hoop ik dat ik ondertussen nog wat hout tegen ga komen. Oh nee, hier kan je dat ook doen. Even kijken. Ja, hier. Dit zocht ik. Beloningen openen. Kijk, there we go. En dan kan ik hier, als het goed is, hier zit vast wel wat hout in. Wat is dit? Hardhout. Zie je? Dan doe ik het allemaal in mijn buitzak. Huppakee. Wat is dit? Vuursteen. Misschien, ik hoop eigenlijk dat hier ook hetgene in zit wat ik nodig heb. Oké, wait a second. Ik kan namelijk die pijl en boog maken, toch? En ik weet nog niet of hier de grondstoffen liggen voor dat hout. Maar om deze pijl en boog te kunnen maken, heb ik klei nodig. En de vraag is, misschien heb ik hier wel in mijn voorraadbeloningen klei zitten. Wat ik kan gebruiken voor die pijl en boog. Zwartsteen. Is dit klei? Leisteen. Nee, dat is geen klei. Klei. 13. Daar hebben we maar 10 voor nodig, geloof ik. Oké, gaan we even kijken. Naar het crafting menu weer. Maken. Yes. Oké, ik heb nu eindelijk mijn nieuwe pijlenboog. There we go. Ik ben alleen bang dat ik nog niet genoeg houten heb volgens mij om die pijlen te kunnen maken. Kijk, we hebben natuurlijk deze pijlenboog. Deze kan natuurlijk ook nog geüpgrade worden. Misschien was dat eigenlijk wel een beter idee dan eerst gelijk een nieuwe boog te maken. Maar hier zonnesteen en steengruis, dat hebben we misschien ook nog wel. Laten we gelijk kijken. Van wapen wisselen. Is wel even handig om te weten hoe dat moet. Je hebt een nieuw wapen ontgrendeld. Je kunt veel wapens van hetzelfde type ontgrendelen in het menu maken. Als je wilt schakelen tussen wapens van hetzelfde type, ga dan door met LB ingedrukt te houden. Naar de wapencirkel. Oké, nee, dat begrijp ik wel. Oké. Dat is niet zo moeilijk. Dat is eigenlijk spreekt voor zich. Dus als je dan dit doet nu, dan kan ik op deze manier wisselen van pijl en boog. Oh, het lijkt er wel op. Hardhout. Hardhout. Dat ik met dat is wel nice. Dat ik met hetzelfde soort hout kan schieten. Nou, dat is in ieder geval meegenomen. Ik dacht dat ik namelijk echt alleen kon schieten met die andere pijlen. Maar dat was voornamelijk voor maken. Maar we willen nog even weten. Ik wil graag kijken of ik mijn andere pijlenboog die ik al heb, die kan nog geüpgraded worden, dus waarom niet? Even kijken, deze is nog, deze heeft 5 schade, 9 precisie, 4 vuursnelheid. En deze heeft 3 schade, 6 precisie en 5 vuursnelheid. Eén keer vergelijken. 5, 9, 4. 3, 6, 5. Oké, dus het ene is wat meer voor precisie. En de andere is waarschijnlijk meer voor snelheid. Maar ik kan deze nog upgraden. Zonnesteen en steengruis. Laten we even kijken of we dat hier hebben. Zonnesteen. Zonnesteen. Kijk hoor. Zwartsteen. Zonnesteen. Klei. Zonnesteen. Nee, ik heb nog bijna geen zonnesteen. Dus helaas gaat die upgrade nog niet werken. Maar misschien dat ik het een andere keer kan vinden. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig hoe dat die nieuwe pijl en boog gaat schieten. Dus laten we die eens gaan gebruiken. There we go. En dan hebben we natuurlijk ook nog even kijken. Speren hebben we genoeg. Hard hebben we genoeg. Oké, nou laten we gewoon op pad gaan. Van mij moet ik die kant op. Ik moet hierheen. Ik moet haar helpen. Dus ik denk dat we hier dan ergens het water door moeten. Ik denk wel, dit water is hier nou niet echt het allerveiligste water. Want er zwemmen hier best wel gekke beesten soms. Oh shit, dit is best wel een heel stuk zwemmen, ouwe. Oh, hoe ga ik daar komen? Oh, wauw. Ik heb een beetje een voorgevoel dat het niet een klein stukje zwemmen is. Misschien moet ik omlopen. Misschien is dat een beter idee. Nee, ik ga gewoon zwemmen. Fuck it. Oké, hier rechtdoor. Daarheen. Ik moet daar eigenlijk heen. Het zal wel niet al te lang duren, toch? Vorige keer werd ik al een keer aangevallen door een krokodil in het waar ik aan het zwemmen was. Ik zie wel vissticks, maar nee, geen hele gevaarlijke dieren volgens mij. Oké, zwem maar snel door. Nog 400 meter hier vandaan. Ik probeer gewoon zo snel mogelijk naar de overkant te gaan hoor, jongens. Oh shit, er komt iets roods op me af. Er komt iets roods op me af op de kaart, jongens. Er komt iets roods op me af. Wat is het? Wat is het? Zwem door. Het heeft zich omgedraaid. Oké, ik ben door iets gebeten.
Ik ben door iets gebeten, jongens. In het water. Ik weet niet wat het was. Oh shit. Oké, wacht. Ik zie hier in één keer allemaal gekke rode... Oh shit, dat zijn ook niet beestjes waar ik ruzie mee moet zoeken. Oké, laten we de dingen in de fik steken. Anders. Zeker van de fik. Dus de beesten zijn bang voor vuur. Oh, het zijn... Voor mij waren dat die hyena's of zo. Die denken een lekker varkentje te eten. Oké, we rennen door. Oh, wat is dit nou weer? Dode poel. Hey, wie zijn dit? Hallo? Waarom zijn jullie zo ver weg van het kamp? Is hier helemaal niet veilig? Nou, oké. We rennen door. 200 meter hier nog vandaan. Dan gaan we de laatste missie van deze aflevering doen. En ja jongens, ik stream deze game ook af en toe. Dus het is niet alleen dat ik deze game op YouTube speel. Ik stream hem op mijn Twitch kanaal soms. En oh shit, ik word door iets achtervolgd. Wat dit chill is. Oh shit, ik was weg. Ik hoor mensen schreeuwen. Er is hier iets aan de hand. Wij zijn de Avengers in nood. Ik hoor de hele tijd mensen schreeuwen. Ik weet nog niet echt wat ik daarmee aan moet. Wat zit nou weer voor plant dan? Groen blad. Oh, die heb je volgens mij nodig om extra levens te krijgen. Oké, nou, we zijn aangekomen bij ons objective. Laten we gaan kijken wat voor gek dier we nou eigenlijk moeten gaan doden. Beloning, 1000 XP. Laten we hem accepteren. There we go. Wendja-jagers zijn dichtbij. Oké. Okay. Nou, waar zijn die Wendja-jagers dan? Moet ik weer nog eens 300 meter lopen? Nou, oké, okay, dat doen we dan maar. Hè. Zo. Oh, ja, mijn buidelzak zit al vol, dus ik heb daar niet zo heel veel meer aan. We gaan het door. Zit ze nou helemaal daarboven op een berg of zo? Ja, ik denk dat daar wel een heel speciaal dier moet zijn. Die het hele dorp te eten kan geven als we dat dier weten te doden. Dus laten we ervoor gaan. Het is natuurlijk heel lang geleden dit. In de Rimboe. En ja, we moeten eenmaal dieren doden om te kunnen blijven leven. Want ja, wij moeten ook eten natuurlijk als Wendja's. Dus, nou, laten we daarheen rennen. Oké, okay, hallo. Jij hoort bij mij, hoop ik. Ja, oké. Okay. Ik ben gewoon in een klein dorpje, of wat is het? Een kleine nederzetting hier? Oh shit. De Sanan. Ja, Nasan. Vallei. Oké, hallo mevrouw. Mammoet is dichtbij. Breng haar hierheen. Dan jagen wij samen. Bereik de mammoet. Oké, wacht even. Dus jullie willen nou dat ik als lokkaas ga spelen? Jullie komen hier eerst heen, zodat ik... Ja, wauw zeg. Oké, volgens mij willen ze me gewoon letterlijk als lokkaas gebruiken. Ik moet meneer Mammoet hier even heen halen. Of meneer Mammoet, dat beest Mammoet. En dan moet ik hem hierheen lokken en dan vermoorden hun hem. Dan vermoorden zij hem. Even kijken hoor. Ik weet niet of dit goed gaat, jongens. Ik vind het wel een vette bow. Holy shit, dat beest is groot. Dat beest is groot. Oké, bereik de Mammoet. Ja, hallo Mammoet. Mammoetje, kom. Kom achter me aanrennen dan. Kom dan. Lok de mammoet naar de jagers. Hoe lok ik nou weer in je mammoet? Ik heb geen eten. Lok hem misschien door middel op om te schieten? Ik weet niet of dat het beste idee... Oh shit, waar wordt hij boos? Kom. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ah. Ah, dat was een boom, gelukkig. Ik dacht ik ren strak rond die boom. Oh shit, beginnen naar boven rennen. Mammoet. Oh shit. Oké, lok de mammoet naar de jagers. Oké, dan is hij nou wel weer boos. Kom mammoet. Nee, loop niet terug! Kom hierheen! Stom beest. Ja, hier, in je gezicht. Word je toch boos van? Maar hij moet echt veel dichterbij komen. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Oh no! Kijk. Okay. Ah! Oh shit, dat beest is groot! Ah! Ah! Rennen, genezen! Oké, jongens, we komen er. Hallo, mammoet. Kom nog een keer dan, je bent nog boos.
Oké, okay, kom naar binnen. Kom, kom, kom jongens. Oké, okay, jongens, fix die shit. Ik heb hem hier. Dit is het enige wat ik moet doen, toch? Oh, wauw. Oké, okay, jongens, bind hem vast. Oké, okay, dit is wel een slimme techniek om een mammoet hierheen te lokken. Ik had alleen nooit van mijn leven gedacht dat de mammoet ook echt daadwerkelijk achter me aan zou rennen. Shadow. Oh, fuck, wat heeft hij nou weer, wat heb ik nou weer gedaan? Oké, okay, weet je, ik ga het anders doen. Kan ik hier omhoog klimmen of zo? Ja, zo. Ik wil echt... Oh, shit. Dan kan hier gewoon bij mij komen. Ik moet hoger, ik moet hoger, ik moet hoger. Klim omhoog. Oh. Oké. Okay. Kijk, hier voel ik me wel veilig. Oh my god, ik moet nou alles genezen. Even kijken hoor. Ik kon ook ervoor kiezen om mijn levensding aan te passen. Maar daar heb ik vlees voor nodig. Ik heb genoeg groen blad. Ik moet alleen meer vlees gaan verzamelen. Op die manier kan ik me sneller healen. Nu komt er elke keer maar één stom blokje bij. Ik denk niet dat de mammoet heel veel hier tegen mij kan doen. Als ik hierboven sta. Ik probeer alles te doen wat ik kan doen. Ik heb al wat meerdere speren in zijn hoofd gegooid. Mammoet, blijf hier. Hij rent weg, jongens. Hij rent weg. Ben je nou de enige die op die mammoet schiet? Hallo, doe eens wat. Met je pijlenboog. Jij ook, meneer. Oh, hij komt hierheen. Waar is hij boos? Jongens, vecht dan terug. Nee, hij gaat weer weg. Hij gaat weer weg. Oh, wat gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? De laatste pijl. Oké, okay, jongens. Ik heb nu echt een probleem. Ik moet hierheen komen. Hoe dood je in godsnaam een mammoet? Pijlen maken. Pijlen maken. Ik wil eigenlijk nog speren maken, want die doen voor mij meer damage. Nog wat pijlen. Oké. Okay. Ik blijf maar gewoon schieten. Ik weet niet hoeveel pijlen zo'n mammoet nodig heeft. Ik denk dat zijn hoofd toch echt een zwakke plek is, denk ik. Of boven die bult dan, daar zit zijn waarschijnlijk. Kom hier. Oh my god. Is er nog een andere techniek? Is er nog iets van iets wat ik kapot kan schieten of zo? Of iets wat op hem kan vallen? Of... Nee, volgens mij niet. Oké, nou dan moet die mammoet zich omdraaien. Hij komt niet dichtbij genoeg. Oké, ik ga erop af, jongens. Ik weet dat ik levensmoe ben. Het spijt me. Oké, daar gaat hij. Ik ga gewoon van dichtbij. Oké, van dichtbij. In zijn hoofd. Daar zo. Headshot! Holy shit, ik heb hem gewoon in één keer raak! Yes! Oké. Het grote beest is voltooid. Ik hoop dat de Wenja nu wat meer vertrouwen krijgen in mijn strijdkrachten. En dat ik gewoon wel weet hoe je gewoon een man moet weten te pakken. Oh, ik heb een Ubisoft Club melding. Ik heb weer 40 puntjes erbij. Altijd fijn. Kan ik ook weer uitgeven voor andere games. Kan ik altijd vette unlocks kopen. Ook voor The Division of andere spellen. En ja, hij ligt echt op zijn zij. Oké, nou jongens. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd met de vangst. Applaus. High five. Jongens, kom op. High five. Oké, er is niemand om een high five te geven. Maar oké. Ja. Yeah! Nou, ik denk dat ik de video hier ga afronden. Ik hoop dat jullie er allemaal weer van genoten hebben. Dit was Far Cry Primal. Binnenkort gaan we natuurlijk weer verder. En ik probeer elke donderdag zo'n video te uploaden. En soms is dat een dagje later. Maar ik probeer het ook vaker te livestreamen. En die stream zet ik wel weer op mijn YouTube kanaal. Zodat de mensen die echt deze serie kijken hem ook verder op kunnen kijken op mijn, op mijn YouTube kanaal. En niet dat ik alleen alles op Twitch ga doen. Dus ja, ik wil iedereen enorm bedanken voor het kijken. Check natuurlijk ook mijn social media. Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. En dan zeg ik iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Laters!